Heel even leek André Hazes junior zijn leven te hebben gebeterd. Na een zomer vol afkicktrajecten, dacht men dat hij de weg naar boven weer had gevonden. Het was anderhalve week geleden dan ook groot nieuws toen hij in het uitgaansleven gespot werd, eerst rokend, daarna flink aan de alcohol. Hij ging samen met Wesley Snijder uit in de Chin Chin Club. Nu deelt het bekende Juice-kanaal Reality FBI beelden van een vechtpartijtje bij de achteruitgang van deze club in Amsterdam. Daar staat een klein gezelschap van zo'n 6 mensen, waarvan er 2 met elkaar op de vuist gaan. Onder de enkele omstanders bevinden zich volgens het Juice-kanaal ook André en Wesley. Reality FBI weet het zeker. Wesley en André waren vorige week niet alleen maar aan het feesten bij Chin Chin in Amsterdam. Zo stond hun vriend klappen te vangen, terwijl de dames susten. Een van de betrokkenen, sportcoach Floor Koster, wordt gevraagd of ze betrokken was bij de ruzie na het uitgaan in de Chin Chin. Zij geeft aan, er was niks aan de hand. Iemand was dronken, er was geen ruzie. Reality FBI wijst fijntjes op een rustgevende yoga-video van de exen van Wesley en André, namelijk Jolante Cabau en Monique Westerberg. Verschil moet er wezen, tranen van geluk, tranen van geluk.